Oh. Ja! 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 Wow! Wat is de beste eigenschap van Anjali? Nou, dat was niet leuk! Ze is super zorgzaam. Aww. Ja, maar je moet nou zeggen of het klopt. Oh, maar dat vond ik heel schattig. Ja. Ja, ik ben zorgzaam. Kan Anjali 1 week zonder telefoon? Nee. Ja, tuurlijk wel. We hebben toch in huis? Ja, maar niet, je gaat toch niet vrijwillig je telefoon wegleggen voor een week? Toevallig had ik het er gisteren over. Zeg maar, het is dat we 3 weken zonder telefoon moesten, dus dat ging. We hadden geen keus. Ja. Maar vrijwillig zou ik nooit ervoor kiezen om 1 week zonder telefoon te moeten, maar dat is de vraag niet. Ik kan blijkbaar wel 1 week zonder telefoon, want het is gebeurd. Oh, strafpunt! Op welke celebrity heeft Anjali een crush? Oh, fuck, je begrijpt me niet af. Kim Kardashian. True. Ja. So true. Ja. Zou Anjali ooit daten met de ex van haar vriendin? Nee. Wie was? Ik volgens mij. Ja. Ik voelde iets. Ik voelde hem ook. Ik weet het niet. Maar ik zou nee zeggen. Ik zou ook nee. Definitely not. Nee, nooit van mijn leven niet. Zou Anjali liever op date gaan met Chuck Bass of Nate Archibald? Chuck Bass. Godver, ik ben zo sloom. Ik ben zo slow. Nate of Chuck? Probably Chuck. Probably. Yeah. Gelooft Anjali in liefde op het... Ja! Yeah. Yeah. Hij was er niet afgelopen, maar hij was zo niet afgelopen. Het was liefde en jij denkt, mam. Nee. Ik wil gewoon een keer niet te laat zijn. Oh, baby. Wat is volgens Anjali het beste middel tegen een kater? Geen idee. Kotsen. Wat? Dat is eigenlijk, that's kind of true. Nee, tegen een kater? Kotsen. Ja, als je overgeeft, dan voel je je wel minder erg. Wat zegt diegene die niet drinkt? Jezus. Ik drink niet eens. Gewoon water. Zeg het internet. Nee, water. Internet. Tussendoor dus water drinken. Nee, echt, voor mij de beste... Zeg niet kotsen. Nee, het beste wat ik kan doen als ik een kater heb, door is gewoon... Gewoon patat eten. En, echt? Ja, echt fastfood. Ja. Maar fout dus. Nee, ja. Jij ook. Ja. Wat is het meest awkward moment van Joanne? Het zijn er echt te veel om op te noemen. Maar het meeste? Ik wilde gewoon drukken. Ja, dat dacht ik al. Maar Joanne, awkward moment. Ja, ik weet eigenlijk niet. Wat is jouw meest awkward moment? Maar ik weet het zelf inderdaad ook niet. Okay. Dan is het geen strafpunt. Ja, wel strafpunt. Dan moet je niet drukken. Hoe lang is Joanne samen met haar vriend? 4 jaar. Wat? 1 jaar. Nee. 1,5? Nee. 2. 2 jaar en 5 maanden. Wat is Joanne's lievelingssnack? Ik weet het. Nou ja, snack als een frituur? Echt... Ik weet het niet. Ik weet dat ze het heel eten, lekker vindt, maar hamkaaschips en die voetbalchips, ja, die je nu alleen nog maar in het buitenland kan vinden. Die voetbalchips is echt mijn favoriet. Ja, en hamkaaschips. Ja. Oh my god, 1 punt voor Ange. Gelooft Joanne in aliens? Nee. Geloof jij in aliens? Hou op. Ik weet niet. Nee toch? Ik sta open. Oh my god. Je staat open voor aliens? Jezus. Het is niet per se dat ik in aliens geloof, maar het is ook niet dat ik zeg ze bestaan niet. Snap je? Wat is de grootste modellendroom van Joanne? Cover van Vogue? Ja. Yes! Wie is haar celebrity crush? Die heeft ze niet. Ze praat nooit over andere gasten. Ik heb het. She's loyal. Ik heb geen celebrity crush. Nee. Ik zou nog eerder een vrouw hebben dan een man. Ja. Eigenlijk. Ja. Wie is Joanne's idool? Gewoon door nichtjes? Ja, dat dacht ik ook aan. Niemand heeft gebeld. Ik kan nu wel hier. Ja, ik weet, als ik heel eerlijk ben, nee. Yes, ze hebben niet gebeld! Nee, maar eigenlijk dan is mijn tante eerder mijn idool. Omdat zij gewoon heel erg ziek is geweest en er helemaal doorheen is gekomen. En zeg maar nou... alsnog gewoon heel erg hard werkt en zo. En ik vind dat gewoon heel knap. En dat is iets waar ik echt tegen opkijk. Zeg maar niet alsof ik niet tegen mijn nichten opkijk, maar ja. Helpt Joanne bij films? Oh, ja. Films, oh, series, ja. Alles. Reclames. Reclame. Van 10 seconden. Het als je leven. Boes zegt. Oké,
Oké, okay, ik zeg alvast wie er nu verliest, hoef ik niet meer te spreken. Nee, gaan we. Met welke celebrity zou Stephanie een beschuitje willen eten? Ja, het is best een lijstje hoor. Dus ja, dat zeg ik. Genoeg te kiezen. Nee, ik zeg de vriend van Sarah Larsson. Dat is echt jouw type. Oh, je kent hem niet. Nee. Ik zeg Miguel. Miguel! Ja! 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 Ja, ja! Nee, maar ik weet niet hoe die vriend eruit ziet. Dus als maar die zou je echt goed. Ja. Ja. Ik wil een foto laten zien, want hij is echt jouw type. Zo. Wel goeie kop, maar te skinny voor mij. Nee, maar te skinny. Maar wel goed geprobeerd. Waar ergert Stephanie zich het meest aan? Nee, haar 100 keer dezelfde vraag stellen. Nee. Wat zei je? Wat zei je? Dan wordt ze helemaal gek. De vraag was nog niet afgelopen. Ja, wel. Oh. Mensen die herhalen, that's so true. Waar kun je Stephanie 's nachts voor wakker maken? Ik denk voor havermout. Ik denk voor aubergine. Aubergine. Sorry. Aubergine. Ja, ik weet het. Wat zou Stephanie weigeren aan te trekken op een shoot? Niks. Ja, niks. Ja. Nou, trouwens, maar toen ik het laatste... Ik klikte eerst. Ja. Je zei niks. Nee, maar ik moest wel antwoord geven. Je zei niks, precies. Ja, dat was het antwoord. Nee, maar laatst had ik er wel over te denken, want ik heb echt wel mooie naaktshoots gezien waarvan ik dacht, oeh. Mooi. Ja. Wat staat er hoog op Stephanie's verlanglijstje? Ik denk Balenciaga. Die triple S sneakers. Welk land zou Stephanie graag nog bezoeken? Ik denk dat er heel veel zijn. Amerika? Ja. Bali? Ja, Bali. Hand, oh, op je been. Zou Stephanie een week zonder make-up kunnen? Ja. Ah. Ja. Ja. Heel graag zelfs. Heel makkelijk. Ja. Ja. Ik vind het prima. Ja. Dat is eigenlijk gewoon mijn leven. Ja. Meestal, ja. Je hebt eigenlijk geen make-up op. Nee. Nee. Oh, een kleine knuffel. Ah. kleine knuffel. Oké, okay, dus het is een tie. Ja. Dat is misschien wel de beste uitkomst. Do we have a tiebreaker? We hebben de hele tijd tie. Ja, maar dat is best wel chill. Want anders kreeg we ruzie. Wat is jullie lievelingsmagazine? Lemon!